Wat ik zo mooi vind aan architectuur is aan de ene kant het lijnenspel. Aan de andere kant wordt architectuur altijd gemaakt door mensen en voor mensen. Dus ook het gebruik wat er van bouwen gemaakt wordt. De manier waarop mensen met hun omgeving omgaan maakt het heel interessant. Het is meer dan alleen maar het glas, de stenen en het beton. Het is ook het hele samenspel. Het zegt iets over onze samenleving, hoe die in elkaar zit. Ik ben al 20 jaar architectuurfotograaf, een van de medeoprichters van de DAF, de Dutch Architectural Photographers. Nederland heeft een ontzettend rijke traditie op het gebied van de architectuurfotografie. Kijk eigenlijk alleen maar naar de gebouwen achter ons, van rijksmonument tot fenomenale hoogbouw. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf om te fotograferen. We beginnen straks in de Markthal. Het is het nieuwste iconische gebouw van Rotterdam. Het is ontworpen door Winnie Maas van NVRDV. Er zit een fantastisch kunstwerk in van Arno Koenen. Het wordt ook wel de Sixtijnse kapel genoemd in de volksmond. Aan beide kanten van de Markthal zitten geweldig mooie glasgevels. Daardoor zit je altijd wel met tegenlicht, dus we gaan daar veel bracketen. Dat betekent dat we naast een goede opname ook opnames gaan nemen die onderbelicht en overbelicht zijn. Die opnames smeden we daarna in de nabewerking in elkaar tot één perfect beeld. Naast bracketing kan je ook gebruik maken van filters om contrasten een beetje in de hand te houden. Dat gaan we in de Markthal ook doen. Met wat verloopfilters kunnen bijvoorbeeld het licht wat door de ramen er binnenkomt net even iets donkerder maken dan de binnenkant. Waardoor je veel mooiere doortekening krijgt in je schaduwpartijen. Op een locatie als deze, waar zoveel mensen rondlopen, is het ook mooi om met een lange sluitertijd te werken. Zodat mensen ook als een soort streep door je beeld gaan en je die beweging van die mensen ook heel mooi in beeld krijgt. In de architectuurfotografie staan die gebouwen vast op een plek. Wat wel beweegt is het licht, is het de zon. Daar spelen we heel veel mee. Eigenlijk is licht, het gebruik van licht, is eigenlijk de helft van je opname. Ochtendlicht, laatavondlicht, wordt heel veel gebruikt in de architectuurfotografie. Dan is het licht lager, is wat warmer van kleur, waardoor die gebouwen vaak veel mooier uitkomen. Bij het Centraal Station maken we juist gebruik van middaglicht, omdat precies rond het middaguur het licht prachtig op de gevel staat daar. En het lijnenspel van het Centraal Station daardoor heel mooi uitkomt. Wat heel belangrijk is in de architectuurfotografie is ook meters maken. Is niet alleen kijken naar de lijnen van zo'n gebouw, maar ook kijken naar het verhaal wat de architect probeert te vertellen. Het helpt ook als je wat achtergrondinformatie hebt waarom dingen gemaakt zijn zoals ze zijn. In de architectuurfotografie maken we ook heel veel gebruik van tilt-shift-lenzen. Dat zijn eigenlijk de opvolgers van de oude, ouderwetse technische camera. Met die tilt-shift-lenzen kan je gebouwen rechtzetten. Je kan spelen met je scherpenvlak. Je kan het ook wel in de software doen. In de nabewerking kan je het gebouw ook rechtzetten. Kader dan wel ruim uit, want je verliest meestal een heel voor stuk van je beeld. Zorg dan ook dat je een behoorlijke grootte bij je hebt om dat beeld ook goed ruim op te kunnen nemen. En ja, een tilt-shift-lens is natuurlijk wel het allermooiste. Detaillering is hartstikke belangrijk. Ik heb klanten die echt op 100% op hun monitor gaan zitten kijken of alle steentjes er goed op staan. Een Canon 5DS met 50 megapixel is natuurlijk een fantastische camera om mee te werken in de architectuurfotografie. Architecten hechten er vaak aan dat gebouwen die ook recht gebouwd zijn, recht in de foto staan. Om dat te bereiken is het handig om je camera waterpas te zetten. Dat kan je doen met een losse waterpas op de camera. Heb je een waterpas die ingebouwd zit in de camera, dan is het eigenlijk nog beter om die te gebruiken. Met digitale camera's kan je tegenwoordig je scherpstelling fantastisch in LiveView checken. En dan kan je achter op je scherm je beeld uitvergroten en tot in de hoeken zien of je beeld scherp is. Heb je een tablet of een laptop die je via wifi met je camera kan verbinden, dan kan je dat nog eens een keer op een groter scherm doen, waardoor je nog meer controle hebt over wat je aan het doen bent en dus een beter eindresultaat krijgt. Ik ben Jan-Paul Miolet, architectuurfotograaf.